Hey, je hebt het gehaald. Net op tijd. Hey, de raptors beginnen de overhand te krijgen. En Crooknet wordt sterker en sterker en nog veel sterker. Om je op alles voor te bereiden, krijg je nu een eerste opleiding. En, wat vond je van de rit? Ja, ik krijg er altijd kriebels van. Voor je de strijd tegen Crooknet begint, moet je natuurlijk eerst trainen. Verzamel zoveel mogelijk Catnet-knikkers. Ja, met deze knikkers kan je straks in de Catnet-kiosk van alles ruilen. Hoe verzamel je die knikkers? Wel, gewoon door er tegen te lopen. Ja, en hoe kan je lopen? Wel, met de pijltjes toetsen op je toetsenbord. Probeer het maar eens. Hè? Volgende opdracht krijg je bij de Catnet-vlag. Oké. Je staat voor een muur en je wil bij de volgende ballon geraken. Je moet dus springen. Probeer het met de spatiebalk. Klaar? Volg het knikkerspoor dan maar. Deze rots is hoger dan een muur. Tijd voor een dubbele salto. Druk hiervoor twee keer. Goed zo. Je begint het al onder de knie te krijgen. De knikkers leiden je nu van het pad. Dat is geen probleem. Ofwel ga je gewoon verder, ofwel volg je de knikkers en kan je nog veel meer extra punten verzamelen. Hoe meer punten je nu al verzamelt, goed zo. Je hebt ze allemaal gevonden. Oei, je bent te groot om door te kunnen. Je zal moeten bukken. Druk gewoon op de shift-toets terwijl je vooruit wandelt. Goed zo, je wordt beter en beter. Nog een tip. Wil je de wereld om je heen beter bekijken? Druk op home om al te ontdekken wat er in de kist zit. Gebruik dan je salto en spring op de kist. Hey, wie weet vind je in deze wereld nog verborgen ruimtes. Dit is de geheime grot. Cool! Je hebt ze gevonden. Voilà. Dit is niet gemakkelijk. We nemen een aanloopje en we springen er op het juiste moment op en van boven weer af. Hey, let op dat je niet in een ravijn valt. Fantastisch, je hebt het gehaald. Goed zo.
einde van de opleiding nadert. Maar eerst moet je bewijzen dat je alles hebt onthouden. Trouwens, de snoepbomen zijn plukrijp. Ongelooflijk! Je hebt ze allemaal te pakken! Je bent er bijna! Neem de lift! Je hebt het gehaald. Als beloning krijg je deze rugzak. Hierin kan je later alle CatNet-creaties bewaren. Ik stop er alvast een flitser in. Ja, je ontdekt zelf wel waarvoor die dient. En als je vragen hebt, dan kan je altijd op het vraagteken klikken. Trek je rugzak maar aan. Succes in je strijd tegen CockNet. En laat je fantasie maar de vrije loop. Dag, beste CatNet-vriend. Welkom in de rugzak. Wist je dat dit een van de belangrijkste attributen is in CatNet Kick? Echt waar. Wat kan je er dan mee doen? Moet je eens kijken. Je kan bijvoorbeeld werkjes bewaren. Je kan ook werkjes openen. Je kan werkjes verzenden. Je ziet er je topscores. Je hebt heel belangrijk, dit is de flasher waarmee je jezelf kan flashen naar die delen van de wereld waar je al geweest bent. Je ziet de sterren van de dag en je vindt er alles terug over je eigen cat. Lieve vrienden, stel je voor, je wil een bumperfilmpje maken in de bumperbank, maar je wil niet nog eens het Raptor-doolhof door. Wat moet je dan doen? Wel, dan open je gewoon de flasher en dan klik je op dat deel van de wereld waar je naartoe wil. Dan zie je daar, ik ben al door het Raptor-doolhof, geweldig. Daar is de bumperbank, daar kan ik naartoe, want het ligt groen op. Als het rood oplicht, zoals bijvoorbeeld hier het Raptor-bos, ja, daar kan je niet naartoe, want daar ben je nog niet geweest. Dus op naar de bumperbank. Voilà, hier zijn we al. Snel, hè? Ja, die flasher die is dus ongelooflijk snel. En vrienden, zo heb je dus meer tijd om aan je eigen creatie te werken. Dus vlieg er maar in. En wat kan je allemaal maken? Ja, die geweldige CatNet-handjes natuurlijk en CatNet-lipjes. Die kunnen we misschien ook nog een kleurtje geven. Ja, zo rode lipjes. Als je tevreden bent over je werkje, dan wil je dat natuurlijk bewaren. Dus wat moet je doen? Je gaat hier linksbovenaan naar de CatNet-rugzak. Voilà, we zijn terug in de rugzak en we gaan jouw werkje bewaren. Hoe gaan we dat doen? Heel makkelijk. We drukken op bewaren, dan zien we 6 vakjes. Dus je kan 6 werkjes bewaren, maar we hebben er al 3 bewaard. Dus je hebt er nog 3 over. Dus je klikt op 1 van die vakjes. Huppakee, je geeft je werkje een naam. Bijvoorbeeld handjes. Zeg maar iets, handjes. Handjes. Dan druk je op oké. En je werkje is bewaard. Je werkje is nu bewaard, maar misschien wil je het nog eens bekijken of zelfs aanpassen. Wel, dat kan. Dan kan je het hier openen. Dan krijg je dit geweldige scherm. En dan zie je de tekeningen die werden bewaard bij de tekeningen natuurlijk. De muziekjes bij de muziekjes. En, verrassing, verrassing, de bumperfilmpjes bij de bumperfilmpjes. Stel, je wil je bumperfilmpje naar CatNet verzenden. Dat kan. Heel eenvoudig. Dan klik je gewoon hierop. Huppakee. Kom je op dit prachtige scherm, klik je op het bumperfilmpje, zit je weer op dit scherm en dan kies je gewoon het bumperfilmpje dat je naar CatNet wil verzenden. Bijvoorbeeld dit, druk je even op oké. Kan je een heel leuk berichtje invullen, bijvoorbeeld hallo CatNet. Je drukt op verzend en je berichtje is verzonden.
En beste vrienden, het goede nieuws is, je kan dus alles naar Ketnet verzenden. Dus de bumperfilmpjes, muziekjes en tekeningen. En die tekeningen, die kan je dus ook naar je vrienden verzenden. De rugzak heeft nog veel extraatjes. Bijvoorbeeld, als je hierop klikt, dan zie je dus al jouw beste scores en alle topscores van je Ketnet Kickvrienden in het circus en het grote spel. En er is nog veel meer. Hier bijvoorbeeld zie je de werkjes van de Ketnet Sterren van de Dag. En hier, achter deze laatste knop, vind je alles over je eigen ket. Bijvoorbeeld de items die je al verzameld hebt. Dan zie ik hier die geweldige regenboogschoenen en ook het snowboard. Dus lieve vrienden, ik zou zeggen heel veel succes met de rugzak.